We hebben allemaal onze emotie. Wij zijn als band en als familie natuurlijk al een aantal maanden verder. Een aantal stappen ook verder. Maar een aantal van u zal hier voor het eerst ja, eigenlijk zijn emotie kunnen tonen. Maar we gaan er ook een feest van maken. Laten we dat met elkaar afspreken. Natasja zou eens moeten zien wat ze allemaal losmaakt. Ze had erbij willen zijn, denk ik, zo'n volle zaal. Echt iets voor haar. Ze zei net nog, Hanna, dit is het plekje waar normaal je moeder stond, hè? En nou sta jij er. En met haar ook haar nichtje, haar tante. Beste mensen, vrienden, familie die hier aanwezig zijn. Voor een bijzonder mens die in ons alle leven zo aanwezig was. En net als bij ons, altijd ons hart zal beroeren. 1 juli 1981, rond 5:30 was het zover dat Natasja zich aandiende. En werden door onze goede buurman naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Natasja nam de tijd en grootouders stonden naar het ziekenhuis komen vanuit Almuiden. Het was een warme zonnige dag met hoge temperaturen. Rond 16:30 werd Natasja geboren, een wonder om te zien. We hebben hierna niet kunnen weten wat een mooi mens met talent en wilskracht hieruit kon opgroeien. Ook jullie allen hier hebben haar op een eigen wijze leren kennen. Zij was een bijzonder kind. Vrouw, zus, schoonzus, moeder, tante en vooral een fijne vriendin waar je op aankomt. Wij vinden het bijzonder dat Natasja zoveel mensen kon verbinden met hetgene wat ze het liefst deed. En dat is anderen vermaken door toneel, zang, dans en lesgeven. Zowel op school als wat ze opstak in haar hobby's. Wij waren ook net als velen van jullie geschokt dat wij op 19 augustus jongstleden te horen kregen dat Natasja was overleden. Woorden schoten tekort en dat doet het nu nog. Maar we gaan verder. Geniet vooral en maak plezier. Lach en drink op Natasja en hou haar in je hart. Ook wat betreft de bijdrage aan de sparing die van Hanna verlaten is wat wij zeer waarderen. Wij, Sandra, Dieter, Raymond, Linda, Felia, Kai, Jaden, Vincent, Hanna en haar neefjes en nichtjes en de rest van haar familie die hierbij zijn, wensen jullie een fijne en muzikale avond ter ere van Natasja. Geniet! Dus we hebben al zo'n 3000 euro. We gaan natuurlijk voor nog veel meer. Mag één keer reclame maken voor die bus. Die staat in de gang. En omdat iedereen ook belangeloos neemt, heeft het geluid, het licht, Talia, iedereen. En al die muzikanten die we gaan zien, kunnen we bijna alles aan een mooie zwaar Anyway.
Dat is echt een vraag en antwoord. Ja. Ja. Hallo. We moeten naar boven. Hè? Love, it is a flower.
school is mama, I'm sure the handle now gets around. Oh,
And you got to be right.
Ja, die zijn dood. Ik wil drinken regelen. Ik heb orde. Ja, maar we moeten even wat nieuws. Dan hebben we maar 10 minuten. Hoi! Hoi! Ja, we moeten nog eens zitten. We gaan niet te veel drinken. Dames en heren, we gaan in het volume weer wat terug. Dus op Ode en Natasja. Lieve Natasja, weer sta ik op deze plek, op jouw plek. Meerdere malen mocht ik jou vervangen. Tijdens een zwangerschapsverlof en omdat je ook wel eens een keer in de meivakantie weg wilde. Je was een echte bandvrouw. De band ging voor alles. Ook als het wel ten koste ging van je eigen gezondheid. Dat trof mij in jou en maakt je zo ontzettend uniek. Lieve Natasja, nu zijn we weer op deze plek. Op jouw plek. En samen met vele, vele medemuzikanten proberen we er een avond van te maken. Er rest ons niets anders te doen dan wat jij zo graag deed. Zingen, dansen, muziek maken en feestvieren. Maar eerst wil ik deze graag voor jou zien. I'm
afstand niet te maken. Ons licht op de trein. En ik weet niet hoe het komt. Maar dat Oh!
Markus Gruber.